wel, voorzitter. Voorzitter, vandaag bespreken we de economische koers van Haarlemmermeer. En vanuit Forza Haarlemmermeer willen we graag enkele kernpunten belichten. Het voorstel om van grijs groeien naar groen ontwikkelen over te stappen, onderschrijven wij in principe. Maar met duidelijke kanttekeningen. Het is essentieel om realistisch te blijven en ons niet blind te staren op groene, idealistische doelen die het lokale bedrijfsleven in de knel kunnen brengen. De sterke economische positie van Haarlemmermeer, mede dankzij Schiphol, biedt een stabiele basis voor groei. Forza erkent de waarde van Schiphol als economische motor, maar de nadelen, zoals geluidsoverlast en milieuvervuiling, kunnen niet worden genegeerd. Toch mogen we de luchthaven niet zomaar beperken, want dit zou onze regio economisch schaden. We moeten Schiphol toekomstbestendig houden door innovatie te stimuleren. Daarnaast steunt Forza de diversificatie van de economie. Lang waren we afhankelijk van Schiphol en de bijbehorende logistieke sectoren. De ontwikkeling van sectoren zoals ICT, gezondheidszorg en duurzame energie biedt nieuwe kansen. Dit maakt onze economie minder kwetsbaar voor conjunctuureffecten en stabiliseert het investeringsklimaat. Het behoud van bestaande lokale bedrijven, vooral het MKB, moet daarbij een centrale rol spelen. De ruimte in onze gemeente is schaars en lokale bedrijven kampen met ruimtegebrek. We moeten voorkomen dat de groei van grote bedrijven het MKB verdringt. Een van de belangrijkste punten uit het raadsvoorstel over de economische koers is de focus op kwaliteit boven kwantiteit, zoals we al eerder hoorden. Dit sluit ook goed aan bij onze visie, maar Forza waarschuwt voor een te idealistische aanpak. Duurzaamheid en circulariteit zijn belangrijke doelen, maar we moeten voorkomen dat ze te hoge lasten voor het bedrijfsleven creëren. U hoort het nogmaals van ons, de gemeente moet faciliteren en ondersteunen, niet overreguleren. Ten slotte vraagt Forza dat we pragmatisch omgaan met de energietransitie. We snappen de wens om vergroening, maar dat moet haalbaar zijn zonder de economische motor van Haarlemmermeer stil te leggen. We moeten stapsgewijs en realistisch blijven in onze aanpak, zodat we niet alleen duurzame idealen najagen, maar ook onze economische stabiliteit waarborgen. Kortom, Forza Haarlemmermeer pleit voor een toekomst waar we als gemeente met de tijd meegaan, maar met een stevige focus op economische stabiliteit en voldoende ruimte voor het lokale bedrijfsleven. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Bouw.